zie je in Sesamstraat. Je ziet elke keer al je vriendjes weer in Sesamstraat. In Sesamstraat. Wat is het toch een leuk huisje? Zouden ze thuis zijn? Wel heb ik ooit. Ik ben toch zo benieuwd of ze er zijn. Oh, kijk. Daar zijn de drie meren. Nou, dat moeten we toch kunnen uitrekenen. Wacht even. We kunnen zelf wel uitrekenen met hoeveel we zijn. Nou, dat tellen we gewoon af. Dat is een goed idee. Jij begint. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7. Luister eens. Acht. Hoor eens, dan ben ik willen beter. Jullie weten met hoeveel je bent? Ja, dat is nou onze moeilijkheid. Ik kan jullie helpen. Oh ja? Kom eens hierheen. Waarheen? Naar de bedden. Oh, maar we hebben helemaal geen slaap. Zo. Hoeveel bedden zijn er? Dat weten geen we niet. Idee. 1. Hmm. 2. Ja. 3. Drie stuks. Weten jullie het nou? Laten we even kijken of dat klopt. We gaan even de bedden tellen. Ja, dat gaan we doen. Dan de stoelen maar. Er zijn er drie. 1. Ja, die is van mij. 2. Ja? 3. Ja. Weten jullie het nou? Nee. Oh, nee. Nu weten we nog niet met hoeveel we zijn. Met hoeveel zijn we? Nou, ik laat jullie wat anders zien. Ja. Dit zijn de kommen voor de pap. Dat klopt, die zijn voor de pap. Maar we hebben helemaal geen trek. Oh, 1. Ja. 2. Ja. 3. Kommen pap dus. Weten jullie het nou? Wacht eens. Hé, ik geloof dat ik het nu wel door heb, ja. Ja, als er drie bedden zijn. Drie stoelen. En drie kommen vol met pap. Dus drie beren. 1, 2, 3. Ja, drie. Ja, inderdaad, drie. Nooit gehoord van het verhaal van Goudlokje en de drie beren? Wat bedoel je met beren? Hallo, hallo allemaal. Sesamstraatjournaal met de Tommy Computer. Vandaag heb ik een bericht over een ongeluk. Het gebeurde bij Saskia in Hasselt. Kijk, hier speelt Saskia in de kamer met haar beer. En de beer is knap, want hij kan allemaal kunstjes. Kijk, Saskia geeft hem een zetje en dan springt hij hoog in de lucht. Soms springt hij op de tafel. Eén keer sprong hij vlak naast alle kopjes. Spannend hoor, en heel gevaarlijk. Nu springt de beer nog veel hoger. Bijna tot aan de lucht wel. Oh, en nog een keer wel verder als de lucht. Hij rolt van de bank als hij neervalt. En het doet helemaal geen pijn. Saskia laat hem weer springen. Want de beer vindt dat zo leuk. Hij kan zelfs koppeltje duikelen in de lucht. Oei, oh. Nu springt de beer tegen de vaas met bloemen. Oh, de vaas met bloemen staat op de televisie, maar daar valt hij nu af. Hij is nog wel heel, maar alle bloemen zijn eruit gevallen. En al het water ligt ook op de grond. Saskia pakt maar gauw de beer. Stomme beer, moet je kijken wat je gedaan hebt, denkt ze. Oh, dan komt moeder ook nog binnen. Wat is er? Vraagt ze. Hoe komt al dat water op de grond en waarom zijn alle bloemen uit de vaas gevallen? Dat heeft beer gedaan, zegt Saskia. Is de beer nou erg stout? Heeft de beer het dan helemaal alleen gedaan? Vraagt moeder. Nou, ik heb het een beetje wel bij geholpen, zegt Saskia. Met mijn hand gaf ik wel eens een zet. Dat deed mijn hand, ik niet. Maar ja, ik heb wel mijn hand geholpen. Moeder zegt... Maar dat is toch helemaal niet erg? Als iets omvalt bij het spelen, mag je dat best zeggen. Dan leren we samen de beer wel om de volgende keer voorzichtig te springen. Goed, ga ik nu een spons halen. Moeder veegt met de spons op de natte plek. En de spons drinkt al het water op. Saskia gaat met de vaas naar de kraan. Ze doet water in de vaas en dan zet ze alle bloemen er weer in. 1 voor 1.
Ze zet de vaas weer terug op de televisie. Jonge, jonge, wat ben jij toch knap, zegt moeder. Je kan al zoveel zelf. Je wordt al groot. Maar Beer heeft mij geholpen, zegt Saskia. Knappe Beer, hoor. En zo komt het dat bij Saskia weer een mooie vaas met bloemen staat. En dit was weer het Sesamstraatjournaal. Dag! Ik ben net in dierentuin. Als ik boos ben, komt er een leeuw die heel hard gaat brullen. Als ik me trots voel, dan stap ik in het rond. Trots als een pauw. Daar krijg ik niet genoeg van. Maar als ik bang ben, ga ik er heel snel vandoor. Als een angstige haas. Als ik honger heb, dan ben ik een grote beer. Ik ben net een dierentuin. Kijk daar eens, ons Janneke is er ook bij. Zeg eens, waar is je broek? Je was het toch niet vergeten? Dat is een beer. Probeer je een beer te worden? Goed, ik wacht. Maar wat doe je nu? Oh, je wil zo groot worden als een beer. Ja, dat is het lijf van een beer met een warme vacht. En dat zijn zijn poten. Tenminste, toch al twee. Nee, Janneke, dat is een eendenpoot. En dat is ook niet goed. Ja, de voorste poten zitten ook in die warme pels. Ja, wat zou je denken van een staart achteraan in plaats van een koeienpoot? Ja, maar dan wel de juiste staart natuurlijk. Dat is een krokodillenstaart. Ja, de beer heeft een heel klein staartje. En een dikke kop. Dag, beer. Mm-hmm.